Begin. De Stem van de Straat, de wekelijkse podcast van 1 Amstelveen. Met Martijn Heus en Joy Ellen Bos, twee uitgesproken inwoners. Zij bespreken de kleine en grote randzaken in Amstelveen. Dit is de Stem van de Straat. Dit is de Stem van de Straat, aflevering 38 alweer. Zo lijk ik. Nee, dit keer niet. Nee. Dit zit zo in de weg altijd, dit ding. Heb jij dat niet? Ja, dat komt omdat we erop moeten letten met al die camera's. En een paal tussen mijn benen. Gedoe allemaal. Hey, nummer 38. En vorige week hadden we het even over de mensen die dus de supermarkten verdwijnen in de buurtcentra. Ja. Buurtwinkelcentra. En dat vonden de mensen vervelend. Maar jij zei, er rijdt een boodschappenbus rond. Ja, ik zag hem. Ja, nou, ik wist het niet. Maar dat is toch fantastisch. Dat is toch de oplossing dan? Dat is de oplossing. Onze vriend van de show Theo belde in en die heeft een mooi verhaal over de bus. Wederom een mededeling, eigenlijk twee, naar aanleiding van de laatste aflevering van jullie serie De Stem van de Straat. Ten eerste, de boodschappenbus die rijdt door Amstelveen, inderdaad, hij heet officieel de Boodschappen Plusbus, is een landelijke organisatie die wordt beheerd door het Nationaal Ouderenfonds in Nederland. De standplaats is inderdaad de Stichting Brentano. En 3 keer per week rijden de busjes mensen van het winkelcentrum en markten. Men moet zich als donateur inschrijven. Dan kan men bellen om een afspraak te maken. Dan wordt men opgehaald en thuisgebracht. En vaak zijn er ook leuke uitstapjes met die boodschappen plusbus. De medische tak is de plusmobiel. Dan worden mensen met een kleinere auto naar medische afspraken gebracht en gehaald. Zeer, zeer nuttig. Ik maak er al jaren gebruik van op mijn 80ste jaar. Ten tweede, jullie programma doet me erg denken aan het mooie programma eind jaren 50, begin jaren 60 op de radio. Koek en ei. De wekelijkse ontbijttafel, onder andere met Connie Stuart, Ko van Dijk, Joop Doderer en Johan Kaart, waarin men allerlei dingen besprak. En dat verliep niet altijd eventjes soepel, net als bij jullie. Heerlijk. Dus ga rustig verder met jullie programma. Er is tenminste 1 persoon die toch achter jullie blijft staan. Nou, wat super lief weer. Wat een schat. Dankjewel, Theo. Dankjewel. Super lief. Ik heb nog een koffie te goed van ons. Maar over die bus. Weet iedereen dat dan wel? Nu wel, want kijk, we hebben zo'n miljoenen publiek. Ja, nee, dat is waar. Dus jongens, bel die bus als je ergens naartoe wil. Daar komt het op neer. Mijn oma ging ook altijd met de Anbo. Dat was een soort taxi. Die bracht haar overal naartoe. Ik denk zelfs naar de volgende straat. Fantastisch. Ja. Goed, en dan Koek en Ei, een radioprogramma uit de jaren 50. Ik kende het, Joop Doderer ken ik wel. Dat was Zwiebertje. Zwiebertje. Waar is Zwiebertje? Ja. Waar is hij? Dat is ontzettend leuk. Maar ik ken het programma niet natuurlijk. Nou, we gingen net een stukje proberen te luisteren. Maar we gaan het straks goed luisteren. We gaan het goed. Dankjewel, Theo. En zo is het ook, toch? Koek en Ei. Koek en Ei. Jij bent Koek, ik ben Ei. We gaan beginnen. Martijn Heus en Joy Ellen Bos. De Stem van de Straat. Nou, we hebben weer een paar onderwerpen meegekregen. Er is een tekort aan huisartsen in Amstelveen. Ik lees het even goed door. Uit het capaciteitsonderzoek blijkt dat op dit moment het geschatte tekort aan huisartsen in Amstelveen ruim 5 is bij een fulltime werkbaan. Dus we hebben 5 huisartsen tekort. En dat gaat toenemen tot ruim 13. In heel Nederland, hè, zijn er te weinig huisartsen. Ja, maar we hebben het over Amstelveen. Ja, nu, okay, maar wist jij hoeveel patiënten 1 huisarts volgens de normgrootte van een huisartsenpraktijk moet hebben? Vertel. Wist je het niet? Ja, je hebt het net 2095. Ja. Nou, begreep ik dat heel veel huisartsen hebben meer patiënten ingeschreven. Dus dat mag, want heel veel komen er ook niet, lijkt mij. Nee, je durft ook bijna niet meer te gaan. En er zijn ook Amstelveeners die hun huisarts buiten de gemeente hebben. Maar goed, we hebben dus tekort. Ik heb even gekeken bij de socials. Want daar zijn we voor. Er wordt niet goed nagedacht. Bij elk nieuwbouwproject moet er nagedacht worden over de infrastructuur en de sociale voorzieningen. Ja. Je kan niet zomaar een nieuwbouwwijk aan een bestaande bebouwing plakken. Goed punt. Want als er 2000 mensen bijkomen, moet er ook een huisarts bij. Ja. En een school, tuurlijk. Precies, maar nu heb je dus met de ruimte. Dus de gemeente is nu voornemens om die huurlasten te verminderen, zodat het makkelijker wordt voor huisartsen. Ja, om daar te komen, ja. Wat vind je van, ik ga eigenlijk nooit naar huisarts. Heel toevallig, nu laat ik heel af en toe mijn bloed prikken. Ja. Weet je wat ik trouwens gek vind? Ik heb 3 jaar geleden mijn bloed laten prikken. Gewoon, ik denk, kijk hoe sta ik ervoor. En
Daar kwam uit dat ik toch iets minder Magnums en Ben & Jerry's moest eten. Mijn cholesterol was kritiek. Had je daar een bloeduitslag voor nodig? Ja. Oké. Okay. Maar weet je wat ik grappig vind? Dan hoor je vervolgens helemaal nooit meer wat van de dokter. Niet nee. Een van, hey, zou je niet nog eens je bloed prikken? Hoe gaat het met je? Net als met je auto, met je APK. Dan krijg je toch elk jaar krijg je een reminder. Ja. Je moet gekeurd. Doe ik niet, krijg je zelfs een boete. Ja. Dus waarom krijg ik niet, nadat er iets bij mij geconstateerd is, een herinnering van, hey, vriend? Omdat ze dus met te weinig zijn. Ze hebben te druk, denk ik. Nee, maar dat zou dus heel veel geld besparen. Ja, want, dat helemaal met je eens. Ja, want ik weet het. Ik heb ook onderzoek. En dan moet je na 5 jaar moet je zelf daaraan denken. Nou, ik ben niet zo heel goed met tijd. Dus dan kan het zomaar ineens 10 jaar zijn. Dus je moet zelf denken. Oh, ik moet nog zo'n vervelend onderzoek. Of, gek, hè? Ja. Dus als ik dus, je laat het gewoon slabakken, je gezondheid. Op een gegeven moment kom je dus in die molen van de ziektekost. En dan zijn we er veel erger aan toe. Ik vind het niet oké. Ik vind dat het dus, je moet dus herinnerd worden aan. Je hebt iets, herinnering, volgend jaar even je bloed prikken. Ja. Nou ja, mijn voormalige huisarts, die was gewoon, ik had het gevoel, die kende ik ook, zeg maar. Dus dan weet hij een beetje hoe het reilt en zeilt. Maar en belde hij je op? Van, hey, je moet dit en nou, dit hij hebben. Hij kwam bijvoorbeeld wel op bezoek als de kinderen geboren waren en zo, weet je wel. Doen ze dat nog, de huisartsen tegenwoordig? Nou, hij deed dat. Ik vond het heel fijn, met zo'n dokterstas. Dus ja, de goede huisarts. Ja, en ik had daarvoor ook een hele fijne, inderdaad, in het dorp waar ik groot geworden ben, Nieuw-Vennep. En ik had hem gehouden tot ik dus halverwege mijn eerste zwangerschap, denk ik, dat hij zei, nou, misschien is het handig als je iets meer in de buurt. En toen kwam ik gelukkig bij een minstens net zo leuke huisarts terecht. Ja. Maar ja, het is, ja, en nu heb ik een nieuwe huisarts. Nou, ook een hele vriendelijke dame natuurlijk, maar die ken ik nog niet of zo. En dan merk ik ook een soort, ik durf bijna niet te bellen. En als je belt, dan zegt een bandje van, de meeste vragen kun je ook online opgelost hebben. Daar word je ook helemaal gek van. Laat maar, want je durft eigenlijk al niet zo goed te bellen, want je denkt, het valt wel mee. En dan bel je eindelijk. Ja. En dan, ja, maar ik denk dat het komt omdat ook heel veel mensen, bij elk pijntje gaan ze meteen de huisarts bellen. Die heb je ook natuurlijk. Tuurlijk, dat is en ook dus, zo. Dus je moet, de hypochonders, ja. Ja, die zitten dan, die nemen de plekjes in van de mensen die misschien eigenlijk zouden moeten bellen. Ja, want je, kijk, ik kom 1 keer in de 36 jaar bij de huisarts. En dan mag je toch verwachten dat als ik bel, dan is er iets aan de hand. Ja, of toch? Je maakt je zorgen en hopelijk is er niks aan de hand. Maar ja, tuurlijk, dan wil je even langskomen. Dus daar zou zo'n huisarts wel eigenlijk rekening mee hebben. Hey, wie is dat dan? Is die ook hier patiënt? Ja. Oh, nou. Ja, maar daarvoor moeten ze dus je kennen. Ik denk ook dus, heb ik ook wel eens iets een brief overgestuurd naar de GGD. Want puberkinderen worden onderzocht nog steeds op scholen. Middelbare scholen, nou dan heb je natuurlijk al heel veel dingen waar je voor schaamt, waar je niet blij mee bent. En dan moet je dus hele intieme vragen beantwoorden aan iemand die je helemaal niet kent. Ja, voelt niet lekker. Dat lijkt mij ook veel fijner als kinderen dan naar een huisarts kunnen die ze kennen. Maar kinderen hebben toch ook een huisarts? Jawel, maar die doen dat onderzoek niet. Dat doet de GGD. Ah. Dus okay. dan ga je, tenminste als ik het hoor van mijn kinderen, hè, dan zeggen ze, als ik de vragen doorneem, gekke vragen. Is dat nog, joh, dat ik de schooldokter achter je deed? Wist ik zeker, ze zijn zelfs zo, afhankelijk van de gemeente, maar sommige GGD mensen kijken zelfs nog in de onderbroek van kinderen. Oh echt? Ja. Waarnaar? Nou, om te kijken of het allemaal is ingedaald en Oh, op school gewoon? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Bijzonder. Afhankelijk van de gemeente. En, maar in Amsterdam dus wel? Ja, maar de onderbroekjes denk ik niet hoor. Maar wel het wegen bijvoorbeeld voor meisjes is dat heel naar. Hè? Dat willen ze gewoon niet. Het is heel erg dat dat naar is. Maar het is toch niet maar dat al die gewichten dan op het bord komt te staan? Sofietje weegt zoveel, toch? Nou, maar kinderen die vragen wel, hoeveel weeg jij? Ja. Oh, dat ligt dus dat is heel, dat moet echt anders. Jeetje, huisarts in Amsterdam. Bel mee 020-547-8588. Dit is de stem van de straat. Hey, en dan, ik las nu iets op de socials. De gemeente wil af van reclames voor fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen, geen reclame meer in bushokjes bijvoorbeeld. Hè, voor bijvoorbeeld vlieg- en cruisereizen, benzineauto's of oliemaatschappijen, Shell, weet ik veel. Ja, maar ik wist helemaal niet dat per gemeente dat je dat mag beslissen. Maar nou, wat goed van onze gemeente. Nou, dat is een goed punt ook. Want het is ingediend door, ik heb het even ingelezen, door GroenLinks en de ChristenUnie. De meerderheid steunt dit, maar er is ook onvrede. Zo van onvrede, weer een vorm van betutteling. Buiten dat is het ook geen consistent beleid. Geen reclame voor benzineauto's, maar wel voor elektrische auto's bijvoorbeeld.
Ja, als je op een gegeven moment weet dat iets beter is, dan betutteling. Dat betekent dat je dus weet wat beter voor de mensen is dan dat ze het misschien zelf weten. Dus, ja, maar is een elektrische auto beter dan een benzineauto? Zie ik uit als een onderzoeker? Nee. Nou ja, nee, dat weten we dus helemaal niet. Nee, maar want zijn die accu voor die auto's, net als jouw iPhone, die wordt gemaakt door kinderhandjes. Hè? Ook niet prettig, hè? Nou, dat is niet waar wat je nu zegt natuurlijk. Maar het is zwaar en duur. Hoezo dat is niet waar? Dat is wel waar. Dat accu's door kinderhanden, kinderarbeid en die accu's maken? Nou ja, dat lees ik, dat staat daar. Ik bedoel, en dat geloof ik ook wel. En waar komen al die dingen vandaan? Ergens diep China. Ja, maar weet je wat dat wordt echt niet door een keurig bedrijfje gemaakt. Ja, maar dit zijn allemaal aannames en zo krijg je dus dat mee. Ja, maar je weet toch hoe het werkt? Nee, dat weet je dus niet. Ach, je bent er nog niet geweest. Het is, nee, maar waarom... Nou ja. Nee. Nee, ik weet, maar we kunnen aannemen dat het niet allemaal helemaal... Je moet helemaal nooit dingen aannemen. Nooit. Nou, aannames is the mother of all fuck-ups. Nee, dat moet je nooit doen. Daar krijg je oorlog van. Maar jij van. Weet toch ook hoe het werkt in de wereld? Nee. De kledingindustrie. Bangladesh. Ja, maar er gaan heel veel dingen heel goed. Dat is echt niet een keurige fabriek waar allemaal mensen met een goed CEO de dingen in elkaar zitten te breien. Nee, maar er is wel verbetering gaande op de meeste plekken in de wereld. Dus, maar er gaat nog heel veel niet goed. Ja, dus hebben we nog iets anders wel te verbeteren. Maar denk je echt dat die accu's van die auto's en die iPhones, dat niet door kindertjes gemaakt wordt? Ik vind het zonde om daarover te hebben, want dat weet ik niet. En dan moet ik me daarover weer gaan in ieder geval, verdiepen. We hadden het over die fossiele brandstof. Ja, maar het is toch logisch, je mag er ook niet meer voor alcohol reclame maken, toch? Nee, dus... Of wel, eigenlijk? Heineken, geniet maar drink met mate, oh ja. Alcohol mag roken wel. Niet. Roken mag niet. Nee, maar dat is dus, gaat dus weer in fases. Bijvoorbeeld McDonald's mag ook nog reclame maken. Ja, ook gek. Eigenlijk behalve dan wel. Als zij, want zij maken ook verbeteringen door. Hè? Dus zij zullen ook steeds gezonder of bewuster of duurzamer moeten gaan werken. Dat heeft ook tijd nodig. Ja, maar het meeste is er gewoon een gore troep. Ja, absoluut. Oké. Maar dat ik vind het wel gewoon een soort bewustwording van... Ja, waarom zou je zeggen tank benzine? Nou ja, het is die betutteling. Dat mag dan weer niet. En dit mag dan weer... Iemand schrijft van... alsof dit Amstelveeners ervan weerhoudt... om niet een cruise te boeken of een auto te kopen. Nou, een cruise boeken zou ik sowieso niet doen. Nee, maar als je dat zou willen... Dan dat geloof ik ook wel... Ja, maar waarom moet je er dan reclame voor maken? Als nou, toch dat zegt iemand anders. Ja. Straks mogen we nog maar één keer vliegen. Ze weten straks alles van je. En dat vind ik ook wel een punt. Ze weten straks inderdaad alles van je. Nou, want, en dat zal ik je vertellen wat ik daarvan vind. Want bijvoorbeeld, we hebben geen cashgeld meer. Je moet je vluchten boeken, allemaal online. Ze kunnen dus zien hoe vaak je een vlucht boekt. Ja. Het zou dus kunnen dat er straks een regering staat. Nou, Joellen, jij hebt dit jaar 2 keer gevlogen. Het is mooi geweest. Je mag niet meer vliegen. Okay. Dus je wordt geblokt. Nou, hopelijk zijn de vliegtuigen dan schoner en de treinen goedkoper. Nee, maar het gaat ook, dat is toch eng? Of je bent bij de slager. Jij haalt dan niet. Stel je voor, jij eet vlees. En je bent bij de slager en haalt een biefstukje elke week. En plotseling zeg je, hey, je hebt deze week 2 biefstukjes gehad. Dat gaan we niet meer doen. Je kan daar dus niet meer pinnen. Daar gaan we naartoe, hè? Ja. Dat is toch eng? Nee, jong. Maak je niet zo druk. Nou ja, we hebben het in zin nee, natuurlijk. Nee, nou dan neem je geen biefstuk, neem je wat anders. Nee, maar het gaat er om het feit dat ze alles van je weten. Ja, dat wie, bedoel ik. Wie is ze dan? De mens. Nou, weet ik. Maar dat gaat dus de hogere macht, die... kom op. De meeste mensen, die gaan echt... Die kan het helemaal niks schelen wat jij eet. Tuurlijk niet. De meeste mensen willen gewoon geld verdienen aan jou. Dus nee, het gaat niet om die slager. Het gaat om het geheel. Dat de gewoon, overheid, bedoel je. Dat er gewoon te veel vlees gegeten wordt. Ja, maar dat is toch ook zo? Wat slecht is voor het milieu. Ja, nou. Ja, maar dat kunnen ze dus sturen. En dat bedoel ik. Dat is toch eng. Nee, maar is ook heel handig. Maar ook heel eng. Wat? Ik snap niet wat er eng aan is. Ja, dan krijg je dus betutteling. Maar de betutteling... Nou, betutteling, je wordt helemaal gecontroleerd. Ja, en weet je wat het tegenovergestelde is van betuttelen? Hè? Nee. Loslaten. Dus nou, laat maar gaan allemaal. Dan krijg je dus chaos. Dat kan ook niet. Dus je moet gewoon tot afspraken komen en steeds tot nieuwe afspraken. Dus jij zou het prima vinden dat je dus maar 2 keer per week vlees mag kopen, bijvoorbeeld? Nou, stel je voor, ik eet geen vlees, jij wel. Nou, dan mag je mijn stukje vlees in plaats van... Zo heb ik wel eens per ongeluk 2 keer gevlogen in een jaar. Omdat een vriend van mij zei, ik heb niet gevlogen, dus jij mag voor mij. Man. Martijn Heus en Joellen Bos, de stem van de straat. Iets anders. Op het Stadshart, het blijft maar terug. Ik ben zo bang dat ik een slappe lach krijg vandaag. Het Stadshart blijft maar terugkomen. Eerst een inbeller. Die had iets ons te melden over het Stadshart. Goedemiddag. Met de heer Kobayashi.
Ik moet zeggen, jullie hebben een geweldig discussieprogramma. Kijk het altijd. Maar dan moet me toch één ding toch echt serieus van het hart. Ik weet dat jullie er heel vaak over hebben. Maar het stadshart is aan het verpauperen waar je bij staat te kijken. Ik vind het jammer dat het in 25 jaar tijd zo'n enorme investeringen zijn gedaan. En het op zo'n korte tijd verpauperd. Daar word er echt verdrietig van. Desondanks, ga door met jullie programma en zet hem op. Bye bye. Ik dacht even dat we er van langs kregen. Ik zat ook te wachten. Oké. Maar goed, wat fijn dat deze meneer ook kijkt. Maar, ja, ontzettend lief. Maar, verpauperen, dat is toch... Dat... Nee, maar in zijn gedachten. Het wordt minder aantrekkelijk. Dus, er zijn alleen maar ketens, dure winkels. De sfeer gaat weg. Dat maar verpauperen, heb ik een beeld wat... bij dat het dan ook bijvoorbeeld vies of... Nou goed, ik denk dat hij dat bedoelt wat ik zei. Maar ik wil het even hebben over de standplaatsen. Kan je herinneren dat die bloemenman daar stond? Absoluut. Die moest daar weg. Ja. Want ze gaan daar verbouwen. Het past er niet in de herinrichting. Nu lees ik ergens, ik weet niet of het allemaal klopt. De gemeente wil onderzoeken of de standplaats weer terug kan als onderdeel van de komende herinrichting naar aanleiding van de motie van Actieve Amstelveen. Wat fijn voor die meneer, dan kan hij weer terug. Geen idee. Ik heb even gekeken op de socials. Iedereen is voor een bloemenstal, een leuke bloemenstal, toch? En een viskraam. En een. Ja, iemand zegt eerst jaag je de bloemenstal weg om vervolgens een maand later aan te kondigen dat een bloemenstal wellicht een optie is. Ook, ja, maar waarom moest die man eigenlijk weg? Vanwege de herinrichting. Ja. Maar en die poffertjesman en die lumpia man en die staat er allemaal nog. Hij kon toch een klein stukje opschuiven met zijn bloemenstalletje of zie ik dat verkeerd? Ja goed, daar weten wij te weinig van. Blijkbaar niet. Maar, nee, blijkbaar niet. Maar goed, ik vind wel, kijk, heel vervelend als dat heel naar is gegaan. Maar als er dan dus een andere beslissing misschien gaat komen of weer iets terugdraaien, dan krijg je weer mensen die gaan zitten zeuren daarover. Ja. Terwijl, ja, moeten ze dan niet doen? Soms denk je, oh nou, misschien was het toch wel een goed idee om het wel te doen. Dus dat is ook toch fijn. Nee, dat mag. Je mag, verkeerde beslissing, ja. We mogen terugkomen. Ja. Dat zou leuk zijn als die man dan wel terug mag. Ja. En over die standplaatsen, want ze gingen dan ook kijken dat ze het makkelijker gingen maken in die wijkwinkelcentra. Maar ik zie altijd er wel een kipman of een visboer of een patatmeneer. Ja. Dus is dat behoefte aan? Weet je, dit is ook ons werk toch niet? Wij weten toch niet hoe dat moet met vergunningen en. Maar dat hoeft ook niet. Maar vind je het leuk, die standplaats? Tuurlijk. Vind je het leuk zo? Ik vind het ook wel gezellig. Heel leuk. Heel leuk. Zeker als het wisselt. Als je dan weet, op vrijdag staat er een hele goede lumpia of lumpia car. Of tuurlijk, hartstikke leuk. Ja. Nou ja, ik heb die Michael Brandt, zo heet hij. Hij was de eigenaar van die bloemenstal. Ja. Hij reageerde zelf ook. En ik moest per direct weg met mijn bloemenstal. Terwijl iedereen er tegen was. Schandalig dit. Ik zit nu nog in de ziektewet hierdoor. Dank u wel, gemeente Amstelveen. Heel cynisch. Ik begrijp niet waarom hij nog in de ziektewet zit. Waarschijnlijk omdat hij er helemaal kapot van was. Dat zou kunnen. Maar misschien mag hij weer terug. Geen idee. Misschien iets te simplistisch. Ja. Maar ze zijn er in ieder geval mee bezig. Tuurlijk. En... De mensen vinden het leuk dus, toch? Op naar een iets mooier stadsart. Ja. Dit is de stem van de straat. Hey, en er was een 18-jarig Amstelveens jongen opgepakt na een babbeltruc. Hij probeerde een 65-jarige mevrouw op te lichten. Nou, die mevrouw was heel bij de pinken en die heeft hem in de val laten lopen. Dus Amstelveen was blij. Slim. Leuk. Dus weer op de socials van tuig 5 jaar vastzetten en sleutel weggooien. Ja, tot chapeau voor de mevrouw. Leuk dat dit gebeurt. Zeker bij ouderen. Waarop iemand reageert 65 oud. Ik ben ook 65. 65? Oh, dat je 85 zei. Zei ik 85? Ja, oh, nou, maakt niet uit. Oh, ik bedoelde 65. Nou, maakt niet uit. Maar goed gedaan van die mevrouw. Maar één iemand zei, uit wat voor gezin komt zo'n knul? En daar hebben we het ongetwijfeld wel eens vaker over gehad. Hoe komt het dat zo'n jochie dit doet? Ja. En wil je graag de schuld geven aan de ouders? hier zijn we het niet over eens, weet je. Omdat zo'n jochie, dat doet iets. En hoe kan het dat je als ouder, dat je je kind zo
dat gebeurt. Je bent er toch bij, je ziet het toch gebeuren. En we hadden het laatst over afkeurende blikken. Hoe voed je iemand op, hè? En dan hadden we een leuk gesprek erover. Dat je niet afkeurend moet kijken naar een kind. Ja, ik vind dat je het gevoel hebt, hè, dus ja, je kind, bijvoorbeeld, je hebt een peuter en die pakt al het snoep uit de schappen in de supermarkt en jij wil niet dat hij dat snoep pakt. Of wel, hè, dus je gooit je kar vol met snoep, dan krijg je afkeurende blikken. Of als je de strijd aangaat en je pakt het snoep en je legt het terug, dan heb je een krijzende peuter of kleuter, krijg je afkeurende blikken. Het is zo oordelend alsof diegenen die zo kijken of dat vinden, het allemaal zoveel beter doen en zoveel meer weten dan jij op dat moment. En bij dit, bij een jongen van 18, ja, dit soort criminaliteit, dat gebeurt natuurlijk gewoon helemaal. In dit tijdperk is dit een vorm dat je online mensen kan oplichten of zo. Maar er zijn zoveel factoren, minimaal net zo, of minstens net zo belangrijk dan die opvoeding. Maar het gaat toch al begin mis als die kinderen klein zijn, bij een jochie van 7, 8, die iets, die kattenkwaad uithaalt thuis. Daar mag je toch wel afkeurend naar kijken? Of afkeurend zeggen van, hey vriend, ja, maar misschien handig. Weet je het niet. Misschien is hij heel goed in kattenkwaad en dan weet je het niet. Nee, maar goed, voorbeeld. Ik geef mijn kind een pakje chocomel met zo'n dopje, weet je wel. En het kind zit lekker mee te pielen en op een gegeven moment schiet dat dopje eraf, pang, chocomel op het plafond. Nou, dan mag ik toch zeggen, hey vriend, dat is niet handig. Nou, je had het voor moeten zijn door te zeggen, je kan die flapjes opzij klappen in een pakje. Dat sowieso, dan komt er meer lucht in en dan spuit het minder snel eruit. Jij bent dan de vader die kan zeggen, je moet ze aan die vleugeltjes vasthouden en het rietje in je mond. Ja, oké, maar dat heb ik niet gezegd. Nee, dus en dan, vervolgens zit dat jongetje te etteren met het pakje. Dus niet etteren, hij ontdekt de wereld en denkt, hey, grappig, je kan erin knijpen. Hey, het kan helemaal tot het plafond. Wauw, cool, er zitten allemaal spetters op het plafond. Ja, maar zo'n kind mag toch dan toch ook wel weten dat dat niet handig was? Ja, maar het is toch wel hoe je dat dan zegt. Nou, vriend, dat was niet handig. Dat gaan we niet nog doen. Nee, als dat kind de woorden zou hebben, zou die moeten zeggen, nee papa, dat was niet handig van jou, want jij hebt het me niet geleerd. Kijk, en dit is nou interessant. Dus het is dus altijd de schuld van de ouder. Nee, dat vind ik dus niet. Ik vind hoe je erop reageert, vind ik belangrijk voor. Tegen je kind, vriend, dat was niet handig. Als jij je kind al zoveel eigenwaarde hebt gegeven dat hij dat kan handelen, dus jouw kinderen, hè, dus die denken, oh, papa praat zo. Maar als een kind gevoelig is, net zoals dat een leraar. Maar wat kan er dan gebeuren? Je mag toch als kind toch ook wel leren dat sommige dingen niet kunnen? Ja, maar dat hoeft toch niet op zo'n manier? Maar ik sla hem toch niet. Ik zeg al, vriend, dat was niet handig. Nee, maar als ik jou nou zeg dat er ook een andere manier is om een kind iets te leren, waardoor hij een beter zelfbeeld krijgt. Want nu denkt hij misschien, oh, ik kan niks. Ik doe het niet goed. En niet alle kinderen. Hè. Er zijn ook kinderen die denken, nou prima. Die hebben daar helemaal geen last van. Maar als dat wel zo is. Maar wat moet je dan zeggen? Hè? Nou, chocomel plafond, dat is nou niet zo erg. Haha, grappig. Ik denk eerder dat dat kind die zo zegt van, nou, dat is niet handig, vriend, dat die eerder in de criminaliteit belandt dan een kind die Een kind moet toch leren wat niet mag? Ja, maar dat is toch achteraf. Dat is net zoals waarom je niet zou moeten straffen. Je moet het voor zijn. Je moet kinderen leren dat ze ook mogen leren je en fouten maken. Je kan toch niet alles voor zijn. Als ik mijn kind een pakje chocomel geef, dan verwacht ik toch niet dat hij gaat lopen knijpen tot het op een gegeven moment dat het eruit spuit. Dat denk je toch niet aan? Je kan toch niet alles voor zijn? Nee, en deze jongen van 18 heeft ook niet gedacht aan de consequentie van als het zou mislukken. Hè? Die heeft alleen maar gedacht, oh handig, heb ik straks gratis geld, hoef ik niet te werken. Hè? Want dat blijkbaar zijn maar de kinderen bij de jongen dat van 18 is het toch nog veel. Die is 18. Dan mag je toch helemaal wel verwachten dat hij nadenkt. Weet je wat? Wat je vergeet gewoon, dat er zoveel andere factoren zijn die belangrijk zijn. Dus eerst één, waar word je geboren? Wat is je achtergrond? Heb je een huis? Heb je een veilig huis? Is het er warm? Heb je ouders die lief zijn tegen elkaar? Heb je één ouder die alles op orde heeft? Of heb je misschien wel een moeder die zich 6 slagen in de ronde moet werken om rond te komen? Ja, dat is belangrijk. Wat voor vriendjes heb je op school? Lig je goed in de groep? Heb je gezond te eten? Heb je misschien een aanleg iets? Hè? Heb je ADHD? Nee, dat zijn wij. Je moet een beetje mazzel hebben. Ja, en daarbij is ook natuurlijk de aandacht van ouders heel belangrijk. Maar ja, dat heb je niet altijd voor te kiezen.
Nee. Dus de omgeving moet ook helpen. En soms moet je leren door het gewoon fout te doen. Dus die chocomel tegen het plafond te spuiten. Nou, dan weet je dat. Oké, dat werkt zo niet. Wat geeft het nou? Mijn vriendin die heeft ook haar kinderen gevoederd. Want die was al bang voor vies en troep in huis. Hè, met een lepeltje. En mijn kinderen die mochten dan zelf eten. Met het gevolg natuurlijk dat overal eten licht hangt. Zit op de muur, op de stoel, op kleren, op gezichtjes. Ja. Nou, en ik denk dat hun oog-handcoördinatie daardoor beter is geworden dan kinderen die heel lang met een lepeltje worden gevoed. Wat is er nou erg aan vies, bijvoorbeeld? Wat is er nou erg aan? Kijk, die jongen die heeft nu geleerd, hopelijk, dat dit niet de manier is. Ja, hopelijk. Ja, en als hij dan goed opgevangen wordt in een kliniek of zo, of een jeugdcentrum die hem gaat leren hoe je anders aan geld kan komen. Nou, dan komt het allemaal goed met deze jongen. Interessante discussie. Bel mee op 020-547-8588 bij de Stem van de Straat. Moeilijk hoor dit. Helemaal niet. Nou, vind ik wel, want ik ben het gewoon niet helemaal met je eens, denk ik. Dit is de Stem van de Straat. Mooi brugje naar het volgende onderwerp. Ik las dat slechts 59% van de Amstelveense jeugd een bijbaantje heeft. Ja, en dit is een statistiek uit 2022. Ja, nou en? Nou, toen was het nog corona. Ja, maar het blijft ten opzichte van het landelijke gemiddelde aanzienlijk veel lager. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Ik heb ook even gekeken namelijk naar de statistiek van 2018 voor corona. Ja. Toen werkten er minder kinderen dan toen. En dat scheelde 2% of zo. Amsterdam, ja, ouder Amstel. Voor, nou, het is gewoon een gegeven dat Amstelveense kinderen minder bijbaantjes hebben dan gemiddeld landelijk. Ja, maar als je dus die hele, als je echt gaat onderzoeken en klikken. En ook van jaren terug, dan valt dat in verhouding echt ontzettend mee. Ja, nou ja, maar het is wel zo. Dus dat, ik wil alleen maar zeggen, dat is ook niet erg. Het is ook geen oordeel. Maar ze ook in Wassenaar, Laren, Blarik en Bloemendaal en Wageningen. Ja, maar er is een soort kopje van zijn onze kinderen lui. Omdat ja, maar de ouders, jij denkt meteen dat het kan toch ook zijn dat onze kinderen harder studeren en daardoor minder tijd hebben voor een bijbaantje. Ik gaf helemaal geen oordeel nog, hè. Meteen vol in de aanval, ja, zeg. Het lijkt koffie en ei wel. En weet je wat? Nee, maar dit is ook een statistiek. Dus die kinderen is een soort percentage. Hoe weet je dat nou? Want er zijn heel veel kinderen die werken en die krijgen gewoon zwart betaald. Nou, die zitten niet in deze grafiek. Ik denk dat het wel meevalt, hoor. Juist kinderen passen er niet op? Nou, die zitten hier niet in, hoor. Nee. Waarschijnlijk niet. Nee, die krijgen gewoon zwart geld. Ja, maar dat is landelijk ook. Dus dat is overal, ja? Niet alleen Amstelveen. Ja, oké, maar het scheelt echt niet zoveel met anderen. En ik denk in het oosten van het land, daar werken kinderen misschien al sneller en jonger mee in de buurt super en zo. Nee, maar jij doet alsof het heel erg is. Ik zeg toch niet dat het erg is. Het valt alleen op. En het is Amstelveen, een rijkere gemeente. Dus die ouders waarschijnlijk, is het belang gewoon minder groot voor de jongeren om hierbij een bijbaantje te hebben. Terwijl ik het heel goed vind om te werken. Ja, ik ken geen kind die geen bijbaan heeft, eerlijk gezegd. Ik ken er een heleboel en die moeten allemaal natuurlijk hun fatbike kunnen betalen. Nou, ik denk dat de meesten hem krijgen van hun ouders, hoor. Ja, dat is een andere discussie, doen we dan volgende week. Nou, niet een andere discussie, want een bijbaantje heb je nodig om spulletjes te kopen, toch? Ja, en een e-bike. Ja, ik denk dat de meesten die krijgen. Maar goed, je hebt geen zin in deze discussie, nee. Begrijp. We gaan door. Martijn Heus en Joy Ellen Bos, de stem van de straat. Hey, en op de valreep kwam nog binnen. Amstelveen werkt aan een plan waarbij nieuwe 30 kilometer gebiedsontsluitingswegen, ik heb er lang over nagedacht, geïntroduceerd zullen worden. Dus van 50 naar 30. In Amsterdam gebeurt het al op veel plekken, ook in Amstelveen. Ja. Nou, de socials. Prima. Op woonerven is dit al, maar velen houden zich er niet aan. Mag van mij zelfs. Nou, 20 kilometer per uur. Vind ik eigenlijk ook wel. Mensen reageren alsof ze iets wordt afgepakt. Het is toch gewoon veiliger en beter voor het milieu? Vind ik ook. Burgertje pesten? Vind ik niet. Ik word nu al ingehaald door fatbikes en bakfietsen. Dat wordt straks alleen maar erger en dus gevaarlijker. Grappig. Hoe ga je het handhaven van 50 naar 30? Ik denk dat het niet hoeft. Ik ben er wel voor. Maar goed, ik ben aan slakken in de auto, dus mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Nee, en de bedoeling is natuurlijk dat mensen op een e-bike gaan zitten in plaats van een auto. En dat is grappig, want dat ook weer op de social is beter voor het milieu. Maar dat is net zoals dat promoten van op vliegvakantie gaan. Zou je inderdaad dit ook moeten promoten, want het is inderdaad beter voor het milieu. Er is niks slechts aan, behalve dat je langzaam gaat. Is ook irritant, dus je moet eraan wennen. Ja. Zoals alle veranderingen moet je eraan wennen dat het anders wordt.
Ja, ik vind het ook niet erg. Van 50 naar 30 op sommige wegen. Je moet wel echt even... Tenminste, ik heb in Amsterdam dat ik denk, oh ja. Ja, ja dat dus... komt omdat wij niet in Amsterdam wonen. En een rijder eens in zoveel tijd... Oh, 30, weet je wel. Maar ik denk dat dat is. Dus dan nu is denk ik gewoon nog wordt het soort van gedoogd. En weet het is in die overgangsfase. En op een gegeven moment krijg je een keer een boete. En nog eentje. En nog eentje. En dan weet je het. Hoewel, ja. Ik heb hier op die handweg al... Daar rijd ik zo vaak. En dan heb ik zo vaak... Een bekeuring. Ja. Oh, echt? Ja, omdat ik er zo vaak rijd. Ja, dan denk ik niet na. En dan is het echt 5 kilometer te hard. Ja. Oké, okay, hij doet het hardleers. Dus nog. Die flitsbal doet het op de handweg. Doet het. Hey, we zijn er doorheen. Wat een superleuke, snelle, goede uitzending. Nou zeg, hé. En dan die opgroeiende kindjes en al die schuldige ouders. Ja, nou ja. Praten jullie mee op 020-547-8588 bij de Stem van de Straat. En zien we jullie volgende week weer. Tot dan.